iedereen. Hij weet dus van niks, dames en heren. Hoe voelt dat? Ik heb een droge mond. Dat is heel goed. We gaan er even gaan spoelen. Doe iets deftigs erbovenaan, want zo meteen gaan we beginnen. Nog een keer een applaus voor de... Hannibal! Even gaan omkleden in zijn kleedkamer. Ik ben ervan overtuigd dat er altijd wel vrouwen zijn die zelf in zijn kleedkamer zouden willen. Waar zijn die vrouwen die Sven Dijs wel zelf eens willen omkleden? Dus mooi om te zien dat er wel een vent bij is die er ook zou willen bijkruipen. Zie, dames en heren, Sven Dijs en ik, wij kennen elkaar intussen ongeveer 18 jaar. We waren het zelf even vergeten. We hebben hem ooit ontmoet toen we nog blond waren, mooi waren, heel wat meer haar hadden en we waren vooral heel jong. En die ontmoeting heeft heel toevallig plaatsgevonden op Kentnet. Kijkt u maar. Inderdaad, ik sta hier naast de nieuwe wielergod in Vlaanderen. Twee keer in het jaar is hij Sven Nijs, heet hij. En hij is flink op weg om alles te winnen wat er te winnen valt in het veldrijden. Is het niet, Sven? Ja, dat is wel zo. Ik sta momenteel eerst in de ranglijst van de wereldbeker, eerst in de ranglijst van de superprestige. En ik heb al achtergrond. Ja. En wat heb je allemaal gewonnen? Ik was bij de junior kampioen van België. Ik vond een 18 overwinning. Het jaar erop werd ik amateur. Had ik direct dat En natuurlijk niet te vergeten de klassieke treinloopbaan Tremelo. Ja. En het geheim van jouw succes? Dat is een heel goede training en ik volledig geven.